De haven van Zeebrugge is vanaf nu ook hot voor alles wat te maken heeft met koud tot heel koud. Met de opening van Zeebrugge Food Logistics in het bijzijn van de Vlaamse minister-president Peters en andere prominenten heeft de haven er een nieuwe troef bij. De grote diepvries, 80.000 kubieke meter, 12.000 afzonderlijk te bereiken paletplaatsen op minus 22 graden Celsius is zonder meer een technisch hoogstandje. Bovendien speelt het in op een markt die minder crisisgevoelig is. De markt reageert heel enthousiast. De eerste contracten zijn dan ook binnen. Er was een gap in de haven van Zeebrugge en die hebben we vandaag opgevuld, zoals dat ook de minister-president heeft gezegd. Dus we hebben een heel positief signaal van de markt, ondanks de crisis. Maar voeding, mensen blijven eten. Eigenlijk is het een heel verstandige keuze om die move te doen, die beweging te doen van de verse vis naar diepvriesproducten, voedingswaren in het algemeen. Daarboven hebben we recent wat ontwikkelingen in de containersector gehad. En die koeladingen zitten in containers. Dus we hebben de reeferplugs bij APMT, bij CHZ. Ja, daar moet nog iets mee gebeuren met die reeferlading. En dit centrum vult dat perfect aan. Ook daarom hebben we die investering gedaan. Ik denk dat de reefertraffiek enkel kan groeien. De producten die binnenkomen uit Azië, Zuid-Amerika, ik denk aan het rundvlees, aan de vis, aan de groenten. Ook belangrijk voor onze groentensector in West-Vlaanderen. Dat is een zeker vaste groeiende markt. Zeebrugge Food Logistics gaat veel verder dan alleen maar de opslag van diepvrieswaren. Een heel scala aan services wordt aangeboden aan de klant. Van herverpakking, etiketering, kwaliteitscontrole tot zelfs douaneformaliteiten. Kortom, slimme, toegevoegde waarde creërende logistiek. Wij willen toegevoegde waarde creëren op twee punten. Zowel de toegevoegde waarde van het product, dus bijvoorbeeld afvullen enzovoort, als toegevoegde waarde, paletiseren, uitsorteren, labelen, wegen, kwaliteitscontrole, zulke zaken. Wij willen niet alleen opslaan en overslaan, maar ook al deze zaken aanbieden, zodat wij een totaalpakket naar de klant kunnen aanbieden. Het is meer en meer een totaalproduct dat je moet aanbieden. De overslag natuurlijk, de dienstverlening van het netwerk, van de hubs, van de toe- en aanvoer van schepen, maar ook wat erna komt. Ja, wat doe je met die lading? Etiketering, paletisering, opslag, stok, voor een langere termijn, verpakking. En daarna ook natuurlijk de distributiefunctie, het hinterlandlogistiek of de voorlandlogistiek opnieuw. Dus eigenlijk is het te geheel. En daarin gespecialiseerde mensen hebben, gespecialiseerde installaties hebben, goede diensten, douane, veterinaire controle, uitermate belangrijk in het competitief verhaal. Ja, dat alles maakt natuurlijk wat je kunt aanbieden aan klanten en zoveel meer waard is dan het gewone louter overslag. Op relatief korte termijn moet deze aanpak ook leiden tot een flinke KMO. Met zo'n 30 tot 40 fulltime mensen in vast dienstverband. En dat is toch een opsteker. Jobs zijn natuurlijk altijd belangrijk in de samenleving, ook zeker ook hier in de regio. Het is natuurlijk ook, wat ook belangrijk is het vandaag nog economisch moeilijk gaat. En dat ondanks die economische moeilijkheden er toch geïnvesteerd en gedurfd wordt. Dat is natuurlijk een belangrijk signaal. Het is het moment om het te doen, maar je moet het maar doen. En dus ik feliciteer absoluut de initiatiefnemers om dat hier gedaan te hebben.